Is dat ook niet het grote probleem van zulke, hè, zoals jij het al mooi zei, salonsocialisten als Timmermans? Ze verdienen tonnen per jaar, prediken voor de meest radicale omwentelingen en samenleving. Iedereen moet elektrisch gaan rijden, iedereen moet van het gas af. Maar Timmermans kan het met 3 ton en een duur rijtjeshuis prima bekostigen. Maar de gewone burger, die hartstikke hard zijn best doet om 40.000 bruto misschien per jaar binnen te halen. Ja, hoe moet hij betalen voor een waterpomp, voor zonnepanelen en voor een elektrische auto? En zo'n Timmermans kan zich dus helemaal niet inleven in dat soort kosten. En die doet dan nu heel lacherig over van ja, ik heb dat wachtgeld gewoon nodig, want ik moet mijn huur betalen. En denk ja, er is daar helemaal niks grappigs aan. Er zijn heel veel mensen die een huur moeten betalen. Precies. Veel mensen die geen huis hebben. Nee, en dat zijn allemaal mensen die niet een uitkering van 120.000 opstrijken. Maar hij wel. En dan denk ik van, dit is dus gewoon het grote probleem van zo'n linkse partij, of voorheen linkse partij als de PvdA. Want ze snappen niet welke problemen de gewone Nederlander heeft. Vind je dit een goede video? Ga dan naar nieuwrechts.nl en word vandaag nog lid en ontvang de eerste maand gratis op een Nieuw Rechts Premium account.